Als jij wakker wordt met yes, we gaan weer naar mijn lievelingsdocent. We gaan lachen en we gaan werken, maar ook weer lachen, je toch? Dat is wel anders. Dan heb je wel iets meer zin in school. Hij moet iedereen gewoon snappen. Hij moet niet te streng zijn en hij moet gewoon normaal doen. Dus hij moet niet gaan dreigen met dat hij boven ons kan staan. Omdat hij meer macht heeft. Toen ik hier op school kwam, had ik wel gewoon, omdat de school ook heel groot is, kreeg ik, weet niet, het was een beetje moeilijk om te omschrijven, maar ik vond het gaf me wel een veilig gevoel. Omdat ik ook wel vind dat ik door de docenten ook gewoon heel erg goed werd ontvangen. Het leukste vind ik van leerlingen dat ze heel eerlijk zijn. Natuurlijk is elk kind anders. De verschillende karakters die je tegenkomt. Het zijn eigenlijk 30 spiegeltjes in een klas. Hè. Je leert heel veel over jezelf. Zelfs na 22 jaar nog. Want als jij niet weet wie jij bent, kan jij de ander niet leren ontdekken wie zij zijn. Ik ben hier blijven hangen omdat ik oprecht het VMBO en ook het type kind gewoon heel erg leuk vindt. Want het brein is in ontwikkeling en ze leren zoveel op deze leeftijd. En dan vooral dat eigen ikkie. Ja, what you see is what you get. En er zit niks achter de ellebogen, er zit niks gemeens in. Je kan bij een leerling in de deuropening kan je al zien wat voor les die leerling vandaag gaat meemaken. Hoe je het volgens die leerling moet ombuigen dat hij ofwel aan het werk gaat of geen ruzie meer heeft of wat ook. Dat is dus aan jouw pedagogische kwaliteiten, zeg maar, wat je er die dag van gaat maken. Als je ziet dat er net een vechtpartijtje is geweest of dat er allemaal gedoe is geweest in de pauze of bij de gym. Ja, dan kan je natuurlijk niet gaan lesgeven, denk ik. Want dan is het eventjes de spullen neerzitten en vertel maar eens wat er gebeurd is. En gelukkig is daar heel veel ruimte voor. Ik ben Jaden, ik ben 14 jaar oud. Engste voetbal. Ja, dat is het. Sinds de verbouwing is wel wat anders. Zo dat opgeknapt. De tafels en de stoelen hadden vorige echt. Die kon je gewoon zo uit elkaar halen. En de stoelen soms ook. Het is beter geworden. En je merkt dat leerlingen voelen van hé, er wordt in me geïnvesteerd. Ze knappen het ook een beetje op voor mij. Dat is al één ding waar. En dat merk je aan dat de school ook netjes blijft. En je merkt dat doordat we juist die donkere ruimtes flink licht hebben gemaakt, dat daar ook niet meer leerlingen blijven hangen. En dat draagt natuurlijk bij aan veiligheid. Een heel ander belangrijke is duidelijkheid. Ik denk dat wij op school heel duidelijk zijn met wat wel kan en wat niet kan. Aan het begin van het jaar hadden we een groepje gasten. En ik merkte dat best wel veel docenten, maar ook heel veel leerlingen zich geïntimideerd voelden door die groep jongens. In gesprek met de leerling van, joh, hier stopt het. En je merkte dat eigenlijk het gesprek was wel belangrijk, hè, met die leerling, want die wist waar die op dat moment aan toe was. Maar het signaal wat je afgeeft door dat gesprek te voeren, dat is eigenlijk nog het meest belangrijke. Van, hey, heb je dat gehoord? Er wordt op die gasten gelet. Laten we ons maar gedragen. Begin van dit jaar hadden we ook weer wat van dat soort gesprekken. Dus de leerling moet het gevoel krijgen, hey, ik word gezien op een goede manier. Hè? Van kijk eens wat ik kan en wat ik doe. Maar ook van, hey, er wordt met me gesproken als het niet goed gaat. En je moet er altijd uitkomen natuurlijk. Het klinkt heel stom, maar het is een soort warmte dat er dan hier overheen gaat. Dat het is wel goed. Ik bedoel, er wordt heel veel hulp aangeboden. Zeg maar, ik heb over de jaren ook al gewoon problemen gehad met vriendinnen die dan ruzie met elkaar hadden. En dat was dan veel ernstiger dan, zeg maar, normale issues. Er was, zeg maar, zo'n perscoördinator, ik weet niet of dat een term is, maar ja, die werd er dus bijgeroepen en daardoor zijn ze wel gewoon uit de knoop gehaald. En nu zijn ze ook gewoon weer vriendinnen. Dus doordat je het ook ziet gebeuren, krijg je nog meer vertrouwen en nog meer veiligheid. Omdat je weet dat als er iets met jou is, kan je altijd terecht. En dat zie je ook aan kinderen. Als ze bijvoorbeeld wegzakken, bijvoorbeeld met hun arm op de tafel gaan liggen en een hoofd erop. En dan, hey, wat is er? Ben je moe? Is er iets? Nou, dan krijg je vaak ook wel zo'n
Er is altijd wel iets. Een kind doet dat niet zomaar. Of je les is echt mega boring, maar meestal is dat het niet. Meestal is het toch iets dat ze moe zijn, dat ze laat zijn opgebleven, dat ze zich ergens zorgen over maken. En als je alleen maar kijkt naar het gedrag, dan doe je jezelf als docent, maar ook de leerlingen in de klas doe je tekort. Het is belangrijk dat je achter dat gedrag kijkt. Ik ben Wessie. Ik woon gewoon in Delft. Ik hou van rappen, ja. Lijpen, daar kijk ik echt heel erg naar op. Hij komt niet met van, ik kom met je bitch, ik kom met je, gewoon die woorden, zeg maar. Hij rapt ook over dingen waar je van kan leren en niet van gaat doen, zeg maar. Dat je niemand kan vertrouwen. Dat is volgens mij echt in elk liedje gewoon. Iemand iets vertellen, zeg maar, en dan dat hij het niet doorvertelt of zo. Of als je ruzie hebt, dat hij één dag zegt van ja, ik ga voor je opkomen. En dan krijg je een stoot en dan rent hij weg. Dat soort vertrouwen, zeg maar. Wist je nog even de eerste dag toen we hier rondkwamen lopen? Ja, er was eigenlijk gelijk al een klik met de school en met de jongeren. Met jezelf, jongens. Ja, met jou. Goed, man. Ja, is het goed, man. Ja, man. En die stik hem opdoen, hè, zonder hoek, best wel gek. Hey, mannen. Wij merkten aan de onzekerheid van de leerlingen is dat onzekerheid toch een zwakte is. En er heerste hier wel een cultuurtje dat je je zwakheden niet laat zien. Een van de belangrijke dingen dus waardoor wij heel erg ook geaccepteerd zijn, is dat wij authentiek zijn. We zijn onszelf en wij durven ook onze zwakheden te tonen. En we hebben ze laten zien dat bijvoorbeeld aardig zijn voor elkaar, dat geen zwakheid is. Maar dat is juist karakter en dat is juist. En dat hebben we ze laten zien door zelf het voorbeeld te geven. Door voor ze zijn, door naar ze te luisteren. We benaderen ze altijd positief. Ja, sinds ik coaching kreeg vorig jaar van West Coaching, toen begon ik wel een beetje te beseffen dat het nergens voor nodig is, al die dingen. Ik voel me comfortabel bij hun, omdat ze zijn een beetje, ze snappen ons. Onze jeugd en hoe wij nu op straat leven en ze zijn een beetje, ze weten wat we zeggen, snap je? Ook met de docenten, zeg maar. Ik was heel moeilijk met de docenten, als docent één keer schreeuwt tegen mij, schreeuwt terug en was heel bij de hand. Maar van hen heb ik geleerd, zeg maar, ik zat bij Ali in de auto en hij begon een hele levensverhaal te vertellen. En toen had hij mij dingen verteld over hoe hij vroeger in de klas was en over hoe ik het beste kan aanpakken. Zij zegt tegen mij, ja, ga achter in de klas, alleen zitten en doe gewoon wat je moet maken en dan kan je na school of in de pauze kan je druk doen. Gewoon jouw woede die, zeg maar, weggaat, want nu ga je denken, kijk, nu boeit het me echt niet wat anderen over mij denken. Maar in die tijd dacht ik van, ah, nu is het denken dat ik heb verloren en dat ik een klein kindje ben. En ik moet voor mezelf opkomen en dan ga je niet over nadenken wat de gevolgen zijn en dan ga je het gewoon doen. En laten zien dat je wel je mannetje kan staan en dan gaat het uit de hand lopen. Ik weet dat ik nu gewoon beter ruzies kan vermijden. Ben ik gewoon naar de school gegaan, omdat mijn vriend daar ook op zit. Ik ben naar hem toe gegaan en ik heb gezegd van je hebt gelijk, we moeten deze ruzie beter vergeten, want het gaat nergens over, bijna nergens over. Dus daarna heb ik het goed gemaakt en nu altijd als ik hem zie goed, die mij gewoon en ik hem. Het gaat om dat je die skill beheerst. En dan zie je dat ze veel vatbaarder zijn voor het accepteren van dat soort tips. En dat soort trainingen, dat soort coachingen. Omdat ze denken, oké, wacht even, dus ik ben het niet, want het heeft heel erg te maken met identiteit. Waar die weerstand een beetje in ligt. Maar ook maar als zij zeggen, oké, dus ik kan blijven wie ik ben. Maar dat is een skill die ik ga beheersen na een paar weken. Als ze zien dat dat werkt, dan nemen ze het aan. Ik train 3 keer in de week. En ik voetbal ook gewoon nog heel veel door de week. Gewoon met vrienden. Voor de zomervakantie. Ik heb helemaal geen zin in. Geef mij maar gewoon onvoldoende. Dus. Ik hoef niet eens over. Nou, Time-in is een kleine voorziening binnen de school. Waar kinderen die eigenlijk overbelast zijn, plaatsnemen. Dat kan gedragsmatig zijn, dat kan sociaal-emotioneel zijn. Het is te doen dat deze kinderen een plekje krijgen en 13 weken uit hun klas zijn. Ik doe me daar niet per se anders voor. Gewoon. Het is gewoon een soort als hetzelfde als in de klas alleen. Je hebt meer aandacht. Ik bedoel, je wordt ook meer aangetrokken op je problemen. Niet iedereen weet dat pillen slikt, dus ze kijken soms ook raar op. Ik heb pillen, maar als ik ze niet slik, heb ik geen concentratie of ik heb niet rust. En dat vergat ik heel vaak, waardoor ik heel druk was. Altijd op school vergat ik hem.
Dan komt het altijd maar in je lokaal lag en dat is het probleem. Hij moet in mijn tas zitten. Als je heel veel loopt. Ik heb een wekker staan, dat is het enige wat mij onthoudt elke keer. En gewoon nooit dat elke dag doen. En dat onthoud ik dan ook vanzelf. Op dit moment ga ik alleen naar school omdat ik gewoon weer helemaal terug wil keren. Gewoon naar mijn eigen klas. En daarom ben ik ook echt zo gemotiveerd. Om gewoon weer te kunnen werken. Want hoe sneller ik dit doe, hoe sneller ik weer terug ben. Nu loop ik gewoon helemaal goed bij. Nou, niet bij, maar gewoon mijn cijfers zijn goed. Mijn pillen lopen goed. Alles gewoon, loopt gewoon weer op een rijtje. En dat is het intrinsiek gemotiveerd raken. Oké, dus als ik dat doe... Oké, als ik dus mijn medicijnen inneem, dan gaat het met school beter. Dan kan ik misschien terug naar de klas. Oh, dat is wel leuk. Laat ik dat gaan doen. Maar je ziet ook dat de rust en regelmaat, dat heel veel met kinderen doet. En kinderen zitten nou eenmaal in elkaar dat ze op een gegeven moment gaan ze laten zien aan hun lichaamstaal, aan de bezoekjes die ze brengen. Hè, of ze dan voor hun lessen nog even langskomen of komen gewoon langs op het moment dat ze gewoon vrij zijn. Dan zie je dat ze iets kwijt willen. Je voelt en je merkt dat ze iets willen vertellen. En dat zegt ook heel veel. Waarom? Omdat ze de hart willen luchten. Ik heb eens een keer een cursus gedaan. En daar stonden wij als cursisten, moesten wij een ballon voor ons houden. Met een blinddoek om. Dus de cursusleider, die liep door het lokaal met één grote naald. En die zei, ik ga één ballon doorprikken. En je moest hem zo voor je houden. En je had je ogen dicht. Je had een heel verhaal over traumasensitief verteld. En toen aan het einde van die oefening... Toen moesten wij dat navertellen. Maar niemand wist het meer. Omdat we waren alleen maar bezig met... Oh jee, gaat die ballon kapot? Is het bij mij of niet? En dat was zo illustratief voor hoe leerlingen leren als ze stress hebben. Namelijk niet. Je kan niet leren als je kop vol zit met stress. En denkt van, hoe moet het nou? En ben ik wel veilig? En gaat het wel goed? En hoe gaat het met papa? Hoe gaat het met mama? Als dat in je hoofd zit, dan kan je niet leren. Dus... Dat is dan ook de taak van het onderwijs om daarachter te komen. Waar ben je dan mee bezig? En dat doen we in die coachgesprekken. Wat zit er in je koppie? En waar loop je van over? En kunnen wij daar iets in betekenen? En soms is het iets heel simpels als een wekkertje zetten. Waar ze zelf dan niet op komen. Wij denken dat door het leerlingen beter bij het onderwijs te betrekken... dat ze meer gemotiveerd zijn. En het heeft ook een sterk signalerende functie. Want wat wij doen is dat leerlingen die een onvoldoende halen, daar voeren we een 1-op-1 gesprek mee als docent. En in dat gesprek kan heel veel loskomen. Dan kan je heel makkelijk zeggen van, joh, je hebt niet geleerd, je hebt je huiswerk niet gemaakt. Het kan ook zo zijn dat die leerling niet in staat is geweest om niet te leren of huiswerk te maken. Nou, in dat soort gesprekken, die zijn echt cruciaal. Dan laat je leerling zelf ook reflecteren op de toets. En er komen soms wel eens interessante dingen uit. Ik heb wel eens meegemaakt dat een leerling bijvoorbeeld dat die thuis helemaal geen elektriciteit had, omdat rekening niet betaald was bijvoorbeeld. Nou, dan is het moeilijk een verslag maken. Dus dat soort dingen komen uit die gesprekken die je anders niet had. Hè? Want Jos, door nou is ik 2. Als een leerling aan mij kan vertellen van, hier is iets scheef en dat komt dat ik mijn lijntje met een potlood heb gezegd, daarna met mijn kapzaag heb lopen duwen in plaats van netjes heb gezaagd, waardoor ik nu mijn blokhaak er langs leg en hij is stomp of scherp, de hoek. Als een leerling, zijn er voor de leerling dat allemaal kan vertellen? Ja, dat is toch tof. Dus dan heeft die leerling heus wel door wat hij aan het doen is geweest. Dus dan gaat die leerling dat volgende keer echt niet doen, want dan denkt hij namelijk na. Maar moet ik dan zeggen, ja, maar dat is helemaal niet goed. Dus op dat onderdeel heb je gewoon een dikke vette 4 gescoord. Terwijl die leerling helemaal kan vertellen wat er mis is gegaan. Ja, dan heb je toch gewoon reflectie. Dat is toch de hoogste vorm van leren. Zeg maar met open dag, toen zat ik beneden bij het designlokaal met mevrouw Vol. En... Nou, dat is een hele lieve vrouw. En ik werd, zeg maar, dus het klinkt misschien heel stom, maar ik werd echt instant verliefd op hoe ik daar ontvangen werd. En ja, ik weet niet, het was gewoon zo leuk. We zaten gewoon met allemaal groepjes en we zaten dan lekker te knutselen. En ik heb sowieso al wat met handvaardigheid.
vandaar techniek. Maar ja, ik weet niet, het was gewoon, ze stelden ons gewoon op het gemak en lieten ons gewoon ons ding doen. Zeg maar, creativiteit is daar zeker iets wat je mag toepassen. En als je je eigen ideeën hebt, dan mag je dat ook wel laten horen. Ik vind rechtvaardigheid heel erg belangrijk. Ik vind dat je mag mij kritiek geven, als het maar op een goede manier is. En als ik vind dat het niet eerlijk is of dat het onterecht is, dan zeg ik dat wel. Want ik vind dat je kan mij niet zomaar beschuldigen van dingen die ik niet heb gedaan. Als een docent nou zo kijkt naar zijn leerlingen en denkt, ja, vandaag heb ik er zin in. En je hebt zo'n klas voor je met allemaal eerlijke leerlingen. Dan heb je toch met z'n allen het veel meer naar je zin. Dat straal je ook uit, hè. Dus hoe je binnenkomt, dat bepaalt voor een groot deel je dag. Je lesdoel is afhankelijk van wat zich voordoet in je les. En als je ziet dat er andere dingen op dat moment belangrijker zijn, dan zet je het raam open, dan hoor je je boek erbij, doe je het raam weer dicht en dan ga je met je leerlingen erover hebben. Wat is er dan gebeurd? Hoe kom je zo oververhit beneden dan? Nou, en dan ga je terug naar waar het mis is gegaan. Als hij voelt dat hij niet fout zit in een bepaalde situatie en dat toch uit moet, nou, dan word je boos of je raakt gefrustreerd. Dat kun je dan uiten. Maar wat als je dat niet op een bepaalde manier uit die jij gewend bent? Wat doet dat met jou? Heb je dan het idee dat mensen jou minder stoer vinden? Of heb je dan het idee dat je niet gehoord wordt? En dan zie je dat ze vaak terugkomen en zeggen van eigenlijk voelde dat juist heel oké. Want ik ben juist gehoord. Ze hebben mij wel een beetje dingen laten beseffen, zeg maar. Dat ik beter gewoon volwassen kan gedragen. Dat is ook verder kijken dan alleen het kind. Ben jij? Wat vind je fijn? Wat vind je prettig? Wat vind je niet fijn? Waar moeten we rekening mee houden? Nou, dat. En dat is een band die je opbouwt. Als je binnen ziet komen in leerjaar 1 en je ziet ze vertrekken in leerjaar 4... hebben ze een papiertje, maar ze zijn ook gegroeid als persoon. En dat vind ik heel mooi, ja. Heb je al een idee over welke opleiding je wil gaan? Kappersopleiding, man. Eerst. En daarna even kijken wat ik daarna wil doen. Hoezo die opleiding? Hm? Waarom per se die opleiding? Oh, ik ben half mima geweest, toch? Ik hou van die, weet toch? Ja. Nou, stel je voor, later, dan heb ik in ieder geval gewoon een kappersdiploma. Netjes. Kan ik iets openen of zo? Precies. Wat ga je doen als je een nieuwe tegenslag meemaakt? Snap je? Als er weer een gedachte komt en denk van, ja, laat school zitten, ik ga naar school, ik heb er geen zin in. Er is niks voor mij, ik kan het niet, ze flippen mij. Is goed anders wij er niet zijn? Je zijn sowieso. Je kan Ali altijd bellen, toch? Je kan hem altijd bellen, mij ook. Yeah. Maar het gaat om dat je iets van binnen uithaalt. Er moet iets zijn waar je aan denkt. Je kan ook denken dat iets gaat zitten.